Komende zondag gaat FC Groningen op bezoek in Leeuwarden bij SC Cambuur. Het is de club waar Etienne Reijnen vorig seizoen voetbalde. Dus zodra je op het veld staat, dan ben je gewoon bezig met winnen. En of dat nou tegen Cambuur is of Ajax, of weet je, dan denk je daar niet zo bij na. Maar het is leuk om weer die mensen te zien en een mooie club. En mooi om daar weer te voetballen. Waarom is het altijd moeilijk om daar te winnen? Het kan een heksenketel daar zijn. Hè? Het publiek die, is kritisch. Dat mag ook en dat moet ook. Maar als het goed gaat, dan er staan 10.000 mensen daar op de banken. En die schreeuwen die gasten naar voren. En in combinatie met het kunstgras is dat toch, hebben toch heel veel ploegen daar heel lastig mee. In mijn eigen verleden weet ik dat Cambuur uit wel altijd ontzettend lastig is. Waarom is het zo lastig? Ja, weet ik niet. Het is altijd wel een heksenketel daar. Spelers voelen zich lekker thuis. Eigenlijk wat wij een beetje hier bij Groningen thuis hebben, dat hebben hun een beetje bij Cambuur. En, ja, op kunstgras. Het is weer een puntje van Nederland. Voor mij gezien dan altijd. Dus er waren altijd rotwedstrijden. En vanaf hier is het eigenlijk bijna een derby. We weten ook dat Cambuur heeft natuurlijk nog niet gewonnen. Dus wij hopen daar natuurlijk gewoon ons te laten zien. En hopen dat we het publiek stil kunnen krijgen. FC Groningen trainer Erwin van der Looy kan tegen Cambuur weer beschikken over Michael de Leeuw, die tegen Slovan Liberec geschorst was. FC Groningen gaat zondag in Leeuwarden op jacht naar de eerste uitzegen van dit seizoen. Die band moet gewoon een keer breken, want dit is natuurlijk ook niet lekker. Iedereen heeft zo'n gevoel dat wij geen uitwedstrijden kunnen winnen. Maar ja, we weten wel gewoon dat het erin zit. En we gaan er proberen om ervoor te zorgen dat wij gewoon die wedstrijd winnen.